Sint voor iedereen op Den Haag FM, live vanuit Park Road Café. En ik zie iemand klaarstaan met het allereerste cadeau. Officieel als station manager van Den Haag, we hebben het eerste cadeau aan jou overhandigen. Ik pak hem met de dus alsjeblieft. Aan. En dan zijn we los. Het cadeautje precies 818 stuks. Hou je luie aas van die bank en kom hierheen met al je geld. Fantastisch initiatief, cadeautjes voor kinderen die het niet zo heel erg breed hebben. Heel fijn om hier aan mee te werken. We zijn over de 5000 heen, mensen. Meer dan... Ik heb begrepen dat er kinderen zijn die geen cadeautje krijgen. En dat is natuurlijk met Sinterklaas onverteerbaar. De gauwhouwe op volle toeren kon net binnenlopen. Het zijn dames en heren. Namens de ondernemers uit de binnenstad. Er waren ongeveer 250 cadeautjes, maar daar zijn we nog niet klaar mee, want de komende dagen ga ik nog wel een paar keer terugkomen, denk ik zo. We hebben de hele week een hoop geld gekregen en het is nu tijd om dat geld eens uit te gaan geven. En zij hebben gehoord over onze actie en vonden dat zo fantastisch dat zij hebben besloten om maar liefst 2700 cadeaus te doneren aan ons. 2700? Ik heb 90 mooie parfums meegenomen voor de wat oudere meiden. En wij hebben dit jaar 80! 150! 15 cadeautjes. Meer dan 1000 artikelen gedoneerd. Een aantal jurkjes meegenomen. Wij hebben 30 cadeaus gedoneerd. Ik heb 2 cadeautjes afgegeven. Ik heb oorlopjes meegenomen. Een jurkje en 2 mooie rokjes gedoneerd. De Goedheiligman, ja, die geeft aan iedereen. Dus why not via de Roze Reigers. Sint voor iedereen. En de eindstand is... 14.200!